Het is tijd voor de kerk van Christus om op te staan. En werkelijk te gaan leven, het leven dat God heeft gegeven door zijn Zoon Jezus Christus, die gestorven is en opgestaan is uit de dood. Hij stierf opdat wij zouden leven. En niet het leven dat we als mens leiden, maar het leven dat we leiden als kind van God. Dat verschil moet zichtbaar zijn, niet alleen in goede daden, maar in het prijzen van God. En toen werd het stil. Halleluja. Halleluja. Ik ken ongelovigen die doen ook heel veel goede daden. En ik kijk niet op ze neer, helemaal niet, want ze doen vaak meer werk, goede daden, goede werken dan ik doe. Maar laat ons dat niet zoeken, daarin zoeken, goede daden alleen. Maar laat ons zoeken een dankbaar hart voor God. Dat is het. Een dankbaar hart. Leef het leven dat God door zijn Zoon aan u gegeven heeft, door de dood en opstanding van hem. Dat is heel anders. En ik kan niet over uw leven oordelen, natuurlijk niet, maar u mag die maatstaf zelf aan uw leven leggen bij het horen van dit woord. Hoe is het met uw leven in Christus? Voor Christus. Het leven van Christus is een leven vol van sprankeling. Van leven. Net als een blikje limonade, als die bewogen wordt door schudding. En hij gaat dan open, dat is ook heel belangrijk, want anders merk je niet niks van de inhoud. Begrijpt u wat God bedoelt? Hij gaat dan open en dan barst het uit. Binnenin gaat het eerst borrelen door de schudding en als hij dan open gaat, dan barst het uit. Is dat het beeld van mijn leven zoals u mij ziet? Nee. Is het het leven dat ik in u zie, in de gemeente? Nee. Is het het beeld van de gemeente? Nee. Maar we gaan op weg vanuit dit woord. Halleluja. Halleluja. We hebben meer kracht van boven nodig. De kracht komt niet van de omstandigheden waarin we ons helemaal in werpen vaak. En we worden zo afgeleid door de omstandigheden. Waar haalt u de geestelijke energie vandaan? Uit hem. Uit de relatie met hem. Want de omstandigheden zuigen de energie uit uw leven. En hoe vult u dat aan? Als u wacht op betere tijden? Nee. Kijk omhoog. Jezus zegt vandaag, zie op mij en hoor mijn stem en leef. Dus duidelijk even voorafgesteld moet zijn, het gaat niet om een gezond leven van lijf en leden. Daar gaat het vandaag niet om. Daar danken we God voor als dat zo is. Maar daar gaat dit woord niet om. Het gaat om het leven hier, binnenin. En als dat leven van Christus in ons is, hij die in u woont, weet u dat nog wel als wedergeboren kinderen van God? Dan wil het een weg banen naar buiten. En niet alleen in goede daden, prima, die moeten er zeker ook zijn, ook in de gemeente. Maar veel meer richting God en richting de wereld. Om hen te redden van het eeuwig verderf. Gemeente van Christus, jong en oude generatie, in één lichaam van Christus, dat blijft mij voor ogen houden en dat zal ik blijven prediken, omdat het een prachtig voorbeeld is van een beschrijving is van wat God van de gemeente verwacht. Eén lichaam van Christus, jong en oud. Voel de noodzaak, maar ervaar ook het verlangen naar het echte leven, waardoor God zichtbaar wordt. En hoorbaar wordt door ons heen. Als tempel van de Heilige Geest.
Sta open. Sta open voor de beweging van de Heilige Geest. De Heilige Geest is zo belangrijk voor mij in deze dagen. En ik vraag al een Heer, laat het alleen maar belangrijker worden. Want dan ga ik er meer naar jagen. We kunnen nooit zeggen, ik heb het maximale van de Heilige Geest al ontvangen. Aan de werkingen van, nee, nooit. Tot aan mijn laatste adem zal ik dat nooit kunnen. En geen mens kan het zeggen. Dus, als u ernaar verlangt, dan gaat u ernaar jagen. Halleluja. Kom in beweging tot Gods eer. En maak uw Christus tot een levende Christus. Hé, hey, dat is een mooie. U zegt allemaal, ik geloof in Christus. Maar zien mensen dat in u? En dat bedoel ik niet door een smile al overal waar u gaat. Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat mensen Christus in u herkennen. En voelen door u heen. Door wat u zegt en wat u doet. Zo worden ze gered. Halleluja. Halleluja. Christus is niet dood in het graf gebleven. Dat weet u allemaal. Maar God heeft hem door de kracht van de Heilige Geest opgewekt uit het graf. En Christus is hoogstpersoonlijk uit het graf gestapt. Hij heeft een leeg graf, hoort u dat goed? Een leeg graf achter zich gelaten. Waarom zouden wij dan nog, wat wij zo vaak doen in het dagelijks leven, nog omdraaien naar het lege graf? Ja, dan zien wij de dingen die Jezus daar al heeft overwonnen, maar we zien niet de overwinning daarover. Uit het graf, Jezus volgen. Hij heeft het graf achter zich gelaten. Dat moeten wij dat ook doen. Met alles wat hij daarin heeft overwonnen. Waarin ervaart u de verslagenheid en de moeite en teleurstellingen, zorgen? Dat is het grafleven. Jezus keerde zijn rug naar dat leven en hij ging uit het graf. Opdat u hem zou volgen in zijn opstandingsleven. Halleluja. Waarom keren wij ons zo vaak naar het graf? Omdat wij, en dat is voor ieder persoonlijk, maar ik ben zelf tot die conclusie gekomen, omdat wij niet zeker zijn van Jezus' opstanding voor ons. Voor alles in ons waar wij mee zitten. Voor anderen kunnen we makkelijk zeggen, je moet geloven. Jezus is opgestaan. Maar nu uzelf, draagt u ook dat opstandingsleven uit? Het gaat niet om onze woorden, het gaat om wat wij uitstralen. Daar komen de ongelovigen op af. Halleluja. Halleluja. Ontwaak. Enkele citaten uit het woord van God, ik heb daar geen slides van. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met uw kracht, Sion. Dat is de gemeente van Christus. Ontwaak, ontwaak en bekleed u met uw kracht. Jesaja 60 vers 1 zegt, sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de Heere gaat over u op. Dat is zijn belofte. En hij ziet het al in het vooruitzicht. Waarom zien wij dat niet? En danken wij er nu voor. Sta op! Geestelijk moeten wij in deze tijd echt opstaan. Ik heb deze week, begin van deze week, kreeg ik dit woord van God. En ik zag de gemeente. Ik zag mijzelf ook net zo goed. En het. Ik kwam er niet onderuit om deze teksten en dit woord ook door te geven. Sta op, kinderen van God. Sta op. Want uw licht komt. Dus met andere woorden, u bent nog niet volledig verlicht, maar uw licht komt. Maar we moeten accepteren van het woord van God dat hij zegt, u bent nog niet volledig verlicht. Want dan gaan we niet jagen naar zijn belofte en de vervulling ervan.
uw licht komt, uw heerlijkheid komt. Het is jouw tijd, het is uw tijd om op te staan voor Gods glorie. Halleluja. En gehoor te geven aan de roep van God. Gehoor te geven aan de roep van God. Daar gaat het ook dit woord, deze preek om. Paulus zegt het zo. Filippenzen 3, vers 12 tot 14. Heel bekend voor u en voor mij. Niet dat ik het al reden verkregen heb. Of al volmaakt ben. Laat niemand van ons denken. Niemand, want dan bedriegt u uzelf. Ik ben er al. Het is zo goed. Ik kom er zo al. Nee. Word wakker door het woord, door de stem van God. Ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, zusters, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. En dat moet ieder het standpunt zijn van ons hart. Ik denk niet dat ik het al gegrepen heb. Daar begint het mee. Ik moet meer hebben. Daar begint het mee. Het jagen naar dat meerdere. Maar als we het niet herkennen in ons leven. Als we de stem van God niet herkennen. Dan vinden we het zo wel goed. Dat is een zelf, hoe zeg je dat, een zelf ingetogen leven. Daar spreekt Gods woord ook over. Zelf voldaan leven, ja. Maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, dat is onze comfortzone. Wat wij gewend zijn, wat wij als veilig beschouwen. Dat andere, dat nieuwe, dat ken ik niet. Dus ik blijf maar in mijn comfortzone, want dat is bewezen goed te zijn. Maar God roept u uit uw spelonk te komen. Want er zijn nieuwe dingen te krijgen. En het oude is niet verouderd, maar het wordt ook van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat nemen we mee. Maar er is meer. En dan lezen we dus in dit vers, mij uitstrekkend naar wat voor is. Niet wat achter is, maar wat voor is. Niet wat links of rechts is, maar wat voor is. Want Jezus loopt daarvoor. Halleluja. Jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping die van boven is in Christus Jezus. Als u deze tekst goed leest, leest u het opnieuw. Dan ziet u daar een actie. Ziet u daar een beweging. Geen statische situatie, maar een dynamische situatie. Waar of niet? Halleluja. Dat is dat waartoe wij allang toegeroepen zijn. Allang toegeroepen zijn. En er zijn momenten, en die ken ik ook, dat we erdoor gegrepen worden. Maar dan verwatert het ook weer. Kent u dat ook? Of ben ik de enige? Maar ik wil niet meer. Want dan schieten we niet op. En we moeten opschieten. Want Jezus komt eraan. Hij is onderweg. Grijp naar de nieuwe visie voor deze tijd. Die God, dus van God komt. Die God ons vandaag wil geven door zijn geest. God is niet veranderd. Maar wij moeten een nieuwe blik krijgen. Op God die onbegrensd is. Gelooft u dat? Zullen wij dat samen doen vanaf vandaag als gemeente? En wie ook maar bent in ons midden, maakt niet uit. Kinderen God samen, zullen we daar iets mee doen? Met de stem van God. Halleluja. We kunnen een geweldige geestelijke voorgeschiedenis hebben. Trouw in de diensten, bidden en bijbellezen, ook trouw. Zielen gewonnen voor de Heer, prijs de Heer. Veel werk voor God verricht hebben. Maar meer dan ooit tevoren is het voor een ieder van ons belangrijk dat we de stem van God horen. Daar heeft God mij zo op benadrukt.
Elia in de grot, u weet het, hij was ontmoedigd. En er was één, nota bene een vrouw, Isabel, die hem naar zijn leven stond. Hij was bang voor haar en voor de dood. Voor één persoon. Terwijl God daarvoor hem wonderlijk heeft gezegend met vuur vanuit de hemel. Eén bad, Elia, en vuur daalde uit de hemel. Maar niet lang daarna ontmoedigd. Halleluja. Elia verborg zich in de grot, heel kort daarover, 1 Koningen 19. En dan staat er, en zie je, het woord van de Heere kwam tot hem. Dus, Elia zag hem niet, God, maar hij hoorde zijn stem. En God zei tegen hem, wat doet u hier, Elia? Hij was dus op een plaats waar God hem niet verwachtte. Een plaats waar hij niet hoorde te zijn als profeet. Noem het kind van God. In een grot. Angst. Of andere emotionele toestanden die wij kunnen hebben. Elia, wat doet u hier? Elia kwam naar de ingang van de grot, maar hij kwam er niet uit. Hij stond bij de ingang van de grot. En Gods grote liefde is daar. Hij riep opnieuw, wat doet u hier, Elia? Bij de ingang van de grot. Dus hij zag het licht wel, het daglicht, maar hij stond nog bij de scheiding tussen de grot, het donkere, wat hem drukte, en het licht. Wat doet u hier, Elia? Als mijn profeet, als mijn kind, wat doet u hier? Halleluja. Ezechiël, heel kort, Ezechiël 2. Daar staat geschreven ergens in het hoofdstuk, ik hoorde de stem van iemand die sprak. Hij zag, Ezechiël zag dus God ook niet, maar hij hoorde de stem van God. Ik hoorde de stem van iemand die sprak. Ga op uw voeten staan en ik zal met u spreken. Terwijl hij met mij sprak, kwam de geest in mij. Terwijl hij met mij sprak, hij zag God dus niet, nogmaals zeg ik dit, om te benadrukken hoe belangrijk het is om de stem van God te horen en te verstaan wat hij zegt tot u. Vandaag ook, op dit moment. Hij hoort alleen zijn stem. In het Oude Testament staat ergens, hoort het woord van de Heer. Hoort het woord van de Heer. Dus het gaat om de stem van God. Ik heb tot u gesproken, maar u hebt niet geluisterd. Ik heb u geroepen, maar u hebt niet geantwoord. Het gaat mij niet om wat u doet en hoe u iets voor mij doet. Maar luister naar mijn stem. Begrijpt u de essentie van deze preek? We kunnen zo druk bezig zijn. En ja, maar het werk van God, hè, er is zoveel werk. Wanneer heeft u tijd om naar zijn stem te luisteren? Want die leidt u waarheen u moet gaan. Anders leidt u uzelf. De basis, het vertrekpunt moet altijd zijn, horen de stem van God. Tijd maken om de stem van God in alle stilte te horen. Zoals Elia dat ook hoorde. Niet bij een aardbeving, niet bij vuur uit de hemel, niet bij een harde wind, maar met stil suizen van een wind. Toen zei hij, en daar was God, daarin. God heeft de mens geschapen om met de mens te communiceren. Hoort u wat ik zeg? God heeft de mens geschapen om met u te communiceren. En hij houdt niet van die communicatie in een eenrichtingsverkeer. Communicatie is over en weer.
Anders is het geen communicatie. En hij wil communiceren, God, in elk geval wel, op een persoonlijke en intieme wijze. Op een persoonlijke en intieme wijze. Halleluja. Geen inrichtingsverkeer, zoals wij vaak denken ook. Eenrichtingsverkeer in onze communicatie met God. Dus ik ga maar bidden tot God. Van mij naar God. En daar eindigt het dan. Maar God wil communicatie. Kom betekent vanuit het Latijn, zover ik het heb geleerd, samen. Dus niet van één kant, maar van zijn kant ook horen wat hij te zeggen heeft. En ik ben al bezig te leren, in mijn gebeden ook, als ik begin te bidden, dat ik niet begin te praten tot God. Oh Heer, dit, en help me dit, en help me dat. Mag allemaal. Ik ga ook niet voorschrijven hoe u moet bidden. Ik vertel wat ik ervaar. Ik probeer altijd eerst, als ik kom tot de Heer, maar dan moet je tijd voor maken. Want als je gehaast bent, kan dat niet. Stil te zijn. Realiseren. Tot wie kom ik? Wat is de bedoeling van mij en van God voor dit moment? Halleluja. God is een sprekende God, of niet? Hij heeft dus een stem. En daarom wil hij zich ook laten horen. God wil geen monoloog met ons. Hij wil een dialoog. Groei daarom door Gods geest naar een beter geestelijk gehoor. Om duidelijker de stem van God te horen. Dat geestelijk zintuig, namelijk de bekwaamheid om te luisteren en te verstaan wat God zegt tot u en mij, die bekwaamheid ontwikkelt zich wanneer u hem leert kennen. Als uw kennis van God op één niveau blijft, dan blijft uw gehoor ook op één niveau. Als u iemand niet kent en hij praat tegen u, dan begrijpt u soms zijn bedoeling niet van wat hij zegt, waar of niet. En dan vraag je, wat bedoel je nou eigenlijk? Leg dat even uit. Maar als je God kent en vaker hem hebt horen spreken, dan weet je exact wat hij bedoelt. Halleluja. Hoe kan ik Gods stem dan horen? Zullen mensen in de gemeente vragen. Begrijp ik. Hij spreekt in onze gedachten. Ik vertel van mijn eigen ervaring. Hij spreekt in onze gedachten. Dan komen woorden in ons op. Gedachten in ons. Heer, dit bent u. U geeft mij richting. Door wat anderen tegen ons zeggen. Ja, zeker ook. Daar moet u ook voor openstaan. In de dienst en tijdens de preek, zoals nu. Maar ook door de liederen heen. Ook dat is mijn ervaring. De inhoud, de tekst. Daarom zing ik overgeven. Heer, spreekt u maar. En een ander moment, een ander lied is. Ik spreek tot u. U verdient, you deserve the glory. Halleluja. Halleluja. Hij spreekt. Door het gebed van iemand die ons voorgaat in het gebed, ja, dat ken ik ook. En zo eren wij in ieder op zijn plaats. Halleluja. Hij spreekt tegen ons bij het lezen van de Bijbel, natuurlijk. En als de stem van God ons gaat raken, op welke manier dan ook, dan raakt hij ons hier in ons binnenste en van daaruit vindt dan de verandering plaats. Die naar buiten gaat en zichtbaar wordt. Hij geeft vanuit die basispositie dan een gezond fungeren in het koninkrijk van God. Ja. Vanuit die basis.
Dat is het leven. Dat God voor u bedoeld heeft. Ervaren de kracht van zijn stem. Zijn stem klinkt als een bazuin, Openbaringen spreekt erover. Zijn stem klinkt als een bazuin. Dat kan je niet onder stoelen of banken steken, ook dat geluid van zijn stem niet. Je hoort het. Als een bazuin, als je oren, je gehoor ontwikkeld is. En dat hoeft niet sterk ontwikkeld, hooggeestelijk te zijn. Oh, helemaal niet. Het gaat toch altijd om je hart. Als je hart erop gericht is om hem te horen, hem te verstaan, dan kan je net een maand bekeerd zijn en je verstaat zijn stem. Oh ja, dat geloof ik. Door in te kunnen stappen in dat groeiproces, want dat is het, moeten wij eerst uitstappen uit onze comfortzone. Hoor Gods stem en leef. Halleluja. Hij geeft ons dan kracht om wonderen en tekenen te doen. En ik geloof daarin. Om me heen hoor je geluiden. Dat is niet meer van de tijd. Het grootste wonder, en daar sta ik helemaal achter, is het wonder van bekering. Van wedergeboorte. Tuurlijk, absoluut. Absoluut. Maar ik weet vanuit het leven van Christus hier op aarde, dat het voor bij hem was, de wonderen en tekenen, een bevestiging van wat hij had gezegd. En die hebben we ook nodig. Opdat mensen niet meer de mens zullen zien en horen, maar God zullen zien en horen. Halleluja. Halleluja. Hij geeft aan ons voor andere mensen om ons heen een hart dat we nooit eerder hebben gehad. Dat is het gezonde leven. Een hart voor anderen, dat geeft weer, je bent gezond. Je bent gezond bezig. Je groeit naar gezondheid in Christus. Maar als je alleen voor jezelf leeft, alle tijd voor jezelf, je leeft voor jezelf, je bent geestelijk niet gezond, zegt de hemelse dokter. Dat is zijn diagnose door zijn woord vandaag. Geldt ook voor mij. Halleluja. Halleluja. Laat ons niet passief zijn, maar actief. Niet geestelijk introvert, maar extravert. Niet naar binnen gekeerd, maar naar buiten. Niet zwak, maar dynamisch. Door Gods Heilige Geest, onze kracht. Waarom nemen we toch genoegen met God te kennen zoals we hem nu kennen? Waarom nemen we genoegen met dat de kracht die we ervaren zo af en toe, die lijkt op de kracht van God? Maar die we ook zo weer kwijt zijn als tegenspoed komt. Was dat de kracht van God? Het lijkt op de kracht van God. Waarom gaan we daarin verder? Waarom zeggen we nee, ik wil niet meer zo zijn? Die beslissing moet u niet nemen, want God is hier. En ik wil dat samen met u doen. Denk niet dat ik leer. En het raakt mijzelf niet en ik doe er zelf niks mee. Oh nee, eerst ik. Elke prediker moet eerst met zichzelf beginnen. En het woord tot zichzelf toelaat. Dan kan je het met overtuiging brengen. Halleluja. Halleluja. Onderscheid wat uw erfenis is in Christus Jezus. Onderscheid wat uw erfenis is in Christus Jezus, daar hebben we vorige week ook heel goed over gehoord, duidelijk. Erfenis, we zijn erfgenamen. We zijn erfgenamen van God en mede-erfgenamen van zijn Zoon, Jezus Christus. Wij zijn dus eigenlijk in dat opzicht gelijkgesteld aan de Zoon van God, qua erfenis. Kunt u zich dat voorstellen? Heeft u dat ooit bedacht?
We hebben gelijke rechten op die erfenis. Ja, ik ben er nooit, heb daar nooit bij stilgestaan. Maar we hebben gelijke rechten op die erfenis als de Zoon van God. En het is niet zo, zie mij helemaal niet. Ik ervaar het als een genade, een rijkdom die ik niet verdien. Maar de weg daarheen is genade. Johannes 10, vers 10, zegt Jezus zelf. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. Ervaart u dat ook? Als kind van God, overvloed, niet dit geld en materieel, een mooi huis, mooie auto. Dat gaat voorbij. Hecht daar niet al te veel waarde aan. Dank God bij dit alles. Maar verder is het, dat laat u hier achter. Maar waar gaat u naartoe? Daar wordt onze volledige erfenis ons gegeven. De Heilige Geest hier nu in ons is een, hoe zegt de Bijbel dat, is een vooruitbetaling van wat ons te wachten staat daar. Overvloed, lieve mensen, van de gemeente en iedereen die er is. Overvloed, kind van God, overvloed. Belooft hij? Nee, belooft hij niet, hij geeft het. Ik heb bij al deze dingen heel stil gestaan. Ik vraag, Heer, als een spiegel, Heer. Overvloed. En zie hier mijn leven. Maar dat is niet erg. Het maakt je niet depressief. Het maakt je dankbaar. Dat Gods stem tot je spreekt. Halleluja. Halleluja. Er is meer. Er is veel meer. Er is altijd meer. Op welke afstand u van God denkt te staan, er is veel meer dan wat hij tot nu toe heeft ontvangen. En dat heeft hij voor u bestemd. Een pakketje? Nou nee, pakketje is klein. Een grote hutkoffer, om het maar zo te noemen. Nou, nog veel meer, want dat kan allemaal Gods goedheid niet bevatten. Maar een groot cadeau. En u weet ervan, als u de Bijbel leest, maar u moet het ook uitpakken en openmaken. Het gevaar bestaat als God al zoveel cadeaus heeft gegeven, zoals wij onderling ook kunnen zijn, dan zeggen we, oh dank u wel, en dan stop ik het in de kast. Voor een andere verjaardag. Dankbaarheid bewijst aan degene die u geeft, dat u het openmaakt en gebruikt. Als iemand hoort, ik heb jou door een ander gegeven, stel dat u dat met Jezus doet. Wat zou Jezus voelen? Ondankbaarheid. En dat is het ook intermenselijk. Ondankbaarheid, niet waarderen. Alles komt van God. Alles komt van God. Wees hem dankbaar. Halleluja. Halleluja. Die overvloed ligt vandaag voor het grijpen. U hoeft helemaal niet geestelijk ver gegroeid te zijn. U hoeft helemaal niet een sterk geloof te hebben. Het ligt sowieso binnen handbereik. Eén stap van u verwijderd. Doe die stap. Overgave is het sleutelwoord. Doe de stap en grijp het en laat het nooit meer los. Er moet in ieder kind van God in deze tijd een moment zijn dat hij in zijn hart zegt, I am in. Ik stap erin, ik doe mee. Ik ga achter u aan. Nu doe ik de eerste stap, vandaag. De eerste stap van een reeks volgende stappen. Daarom zeg ik vandaag tot u allen, als herder, met de zorg over de gemeente die ik
zeker heb, steeds meer. Ook bezorgdheid vaak. Ja. Maar ik moet ook dat weten over te geven. Maar het woord van God is mijn kracht. Halleluja. Een moment zijn van I am in. En vandaag zeg ik tot u allen, trek je niet terug. En sluit je niet af voor de roep van Gods stem. Vandaag. Want weet u zeker dat u morgen zijn stem wel kan horen, de gelegenheid hebt, morgen. Vandaag klinkt zijn stem. Sluit je niet af voor de roep van Gods stem, oude en jonge generatie in de gemeente. Openbaringen 3 vers 20 zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ik heb er geen slide van. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken. En hij met mij, dat is die volmaakte eenheid met Christus, door alles heen. En die eenheid, dat wil ik er zeker bij zeggen, die volmaakte eenheid met Christus, die van onze kant nog onvolmaakt is natuurlijk, maar hij omhelst u, die omhelzing geeft een aanbidding voor hem. Halleluja. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort, ziet u daar weer? En de deur open. Horen en actie. De deur openen. Halleluja. Lieve mensen van de gemeente, iedereen, elk kind van God. Ik weet niet wat ik er nog meer toe moet zeggen, maar uit mijn hart zeg ik, doe toch open voor Christus. En zeg niet te gauw, ja, mijn hart is al open, want ik ben toch een kind van God. Dat zegt niets. Het kan een naamplaatje zijn. Maar God ziet je hart. Halleluja. En het sprak hij, deze tekst, zie ik staan aan de deur, tot de gemeente van Laodicea. Laodicea. De lauwe gemeente van Laodicea. Die Christus uit zijn mond spuwt. Het maakt hem misselijk. Zo kunnen we het in deze huidige taal zeggen. Het maakt hem misselijk. Niet heet, niet koud. Maar bidden. Lauw. Wat bent u? Heet, vol vuur voor God. Of bent u koud? Heet water verwarmt. Koud water verfrist. Maar lauw water maakt je misselijk. Ook God zelfs. Halleluja. Geef je volledig over aan zijn stem. Het is al heel laat als wij kijken naar de klok van Gods genadetijd. Al heel laat. Heilige Geest. Wilt u die overtuiging leggen in de hele gemeente, in iedereen die er is? Het is al heel laat. Op Gods genade klok. We zijn als kerk in grote nood. Maar groter is de nood als wij het niet beseffen. En daarmee niet tot God komen. Hè? We kunnen zeggen, ja, dat woord was geweldig, was goed en al die dingen meer. Het doet mij niks, maar het brengt u ook niks. Het is instappen. Halleluja. We hebben het nodig, de kracht die niet van onszelf is, maar van God, door zijn Heilige Geest. Halleluja. Waar begint een opwekking mee? Met mensen die zeggen, ja God, I am in. Ik weet niet wat u wilt doen met mijn leven. Maar één ding weet ik zeker.
U wilt wat doen met mijn leven. Halleluja. Ik ben God dankbaar voor zijn genade. Want zijn genade maakt geen onderscheid in leeftijd of in gebreken lichamelijk. Of wanneer er tekort komen. God heeft een doel met uw leven. En dat moeten we verstaan. Hij wil u gebruiken. Wie u ook bent. Halleluja. Halleluja. U hoeft zich niet afgeschreven te voelen door uw leeftijd of uw weinig intelligentie en al die dingen meer. Dat is allemaal niet belangrijk voor God. Het gaat erom één ding tot God te roepen. Ja, God. Wat ik ook ben, wie ook ben, gewoon zoals ik ben, kom ik tot u en gebruik mij. Halleluja. En daar begint de opwekking mee. Halleluja. Je bent door God de Vader geadopteerd. Hebben we vorige week ook gehoord. En je bent nu hoe dan ook zijn kind. Halleluja. Met een erfenis die hij ons nu al heeft nagelaten. En er is momenteel een sessie van de hemelse notaris, hier in ons midden, waarbij hij de erfenis opent en hij zegt, kom, deel in die erfenis. Halleluja. Zeg halleluja. Prijs de naam van de Heer. Hoor Gods stem en leef. Hoor Gods stem en leef. Vandaag, maar ook in elke dienst die God ons allen geeft. Uit genade, genade. Lieve mensen, genade, genade, genade. Alles is genade. Halleluja. Ik ben niet in een dienst om mijn tijd te verkwisten. Of om Gods tijd te verkwisten. Nu God hier is, wil ik meer van hem ervaren dan ik ooit van hem ervaren heb. Als ik nu ga bidden, wil ik dat Gods geest mijn gebed overneemt en voor mij bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, Romeinen 8. Als ik in Gods huis ben, wil ik begrijpen hoe groot Gods genade is voor mij persoonlijk. Ik wil dat mijn geloof dieper en vaster wordt in mijn hart. Ik wil nu in deze dienst, vandaag, 25 juni, wil ik groeien naar de roeping van God op mijn leven. O Heer, dan denk ik aan die tekst, ik heb u een geopende deur gegeven. U bent, hebt weinig kracht, maar ik heb u een geopende deur gegeven. Voor mij. Halleluja. Ik wil dit verlangen groter in mijn hart. Heer, verheerlijk uw naam in en door mij heen, meer dan ooit tevoren. Nu kan het nog, want de Heilige Geest is nog niet door God weggenomen. En die dag komt eraan, dat uur komt eraan. En weet u, ik heb groter nieuws. Voor jou, voor u. De Heilige Geest is hier vandaag. En dan hoor ik een halleluja. Dank u, Jezus, voor mij. Halleluja. Word wakker, mensen. Word wakker door de geest van God. En hoor zijn stem tot u persoonlijk gesproken. Halleluja. Hij is hier vandaag. Morgen is hij misschien niet meer hier of niet meer bereikbaar voor u. Ik zeg altijd, doe nu wat u nu doet, kunt doen. Halleluja. Waar wilt u hem dan zoeken? Als hij niet meer te vinden is, zoek hem nu en leef. Hoor Gods stem, ga op zijn stem af en handel volgens zijn stem en leef. Amos 8 vers 11 en 12, ja hoor, daar komt hij weer. Het woord van God, met alle respect. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer. Spreekt de Heer. Niet de mens, spreekt de Heer. Dat ik
honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heere te horen. De woorden van de Heere te horen, zijn stem dus. Dan dolen zij van zee tot zee, van noord tot oost trekken zij rond, om het woord van de Heere te zoeken, maar ze zullen het niet vinden en nooit meer vinden. Dan gaan we naar onze, dan bellen we of appen we onze zuster, van wie we altijd bemoediging krijgen. Geef mij een tekst uit het woord van God, opdat ik weer bemoedigd zal worden en weer kracht zal ontvangen. Die persoon zal het woord van God niet kunnen geven. Misschien een tekst citeren, natuurlijk wel, maar er komt geen kracht naar u toe. Het woord van God is weggenomen. Snapt u? Bijvoorbeeld. Als die tijd waar Amos over spreekt heel gauw aanbreekt, zal het geen enkel probleem zijn voor de mensen dan, de kinderen Gods dan, om alles opzij te zetten om het woord van God, zijn stem te zoeken. Niks moe, niks te druk, niks andere prioriteiten, maar dan zal het te laat zijn. Alles vergeefse moeite dan, voor altijd, nooit meer een kans. Ik zwijg hierbij, opdat het goed tot ons allemaal zal doordringen, dat de Geest zijn werk zal doen. En ons die ernstige tendens in ons hart geeft. En dat kan u zeggen, het woord is zwaar of wat dan maar ook. Het is het woord van God, zo heb ik het zelf ervaren. En het is het woord van God voor deze tijd. Voor de bruid van Christus. Psalm 29, vers 3. De stem van de Heere klinkt over de wateren. De God der Ere dondert. De Heer is op de grote wateren. De stem van de Heere is vol kracht. De stem van de Heere is vol glorie. Ziet u hoe belangrijk het is de stem van God te horen? Mag ik vragen of de muziek gaat spelen op de achtergrond? Je mag reageren op deze preek zoals je zelf wilt, natuurlijk. Je bent daar helemaal vrij in. Maar laat hem met zijn stem het laatste woord hebben over al de wateren van uw leven, van jouw leven. Wateren waarin dingen soms heel diep zijn weggezakt in het slijk op de bodem van die rivier. Weggedrukt door jezelf. En je denkt, je kijkt over je leven, het water van je leven. Nou, mooi gladjes. Maar in het water, wat zit daar op de bodem? En dat wordt naar boven gestuwd. Als mensen, als situaties in het water van je leven zitten te roeren. Dan komt het weer naar boven. Omdat wij het niet weg hebben laten nemen door God zelf, maar het weggedrukt hebben in eigen kracht. Wegdrukken is nooit een optie voor een kind van God. Verlost worden is de enige optie. Laat hem het laatste woord hebben. Zijn stem maakt echt vrij. De kracht van Gods stem breekt verslaving. Ja, kind van God, als je nog verslaafd bent, waaraan dan maar ook, zoek verlossing nu. Stel het niet uit. Halleluja. Stel het niet uit wat je nu kan doen, waar je nu voor kan laten bidden. Halleluja. De kracht van Gods stem haalt ons uit onze zwakheid en zet ons in zijn kracht. De kracht van Gods stem breekt gevangenisdeuren. De kracht van Gods stem maakt kinderen van God bewust dat zij gevangen zitten. De kracht van Gods stem zet gevangenen vrij. Gelooft u dat echt?
De kracht van Gods stem maakt van slaven van de zonde tot slaven van die ene meester, Jezus Christus. De kracht van Gods stem geneest de wonden die zo diep zijn dat alleen God zelf die kan genezen. En iedereen heeft dat. Iedereen heeft dat. Ja, maar nu is het de tijd om vrijgemaakt te worden. De kracht van Gods stem geeft weer helder zicht op de weg als je de weg kwijtgeraakt bent. De stem van God geeft kracht om te geloven dat alle dingen mogelijk zijn bij God. Ik hoor graag amen. Bent u er echt van overtuigd? Heeft u zijn stem gehoord? Zeg dan amen. Zeg dan halleluja. Voor mij wil dat zeggen. Het is zo, met andere woorden. Voor mij. De kracht van Gods stem maakt alle dingen mogelijk. Halleluja. Dit is het woord van God. Dit is het woord van God. Heb je Gods stem gehoord vandaag? Ik wel, voor de tweede keer. Eerst thuis in mijn binnenkamer en nu weer hier. En misschien heb ik wel een derde keer nodig. De Heilige Geest gaat door ook in mijn leven. Ik ben er ook nog lang niet. Maar daarvoor vind ik dit een prachtige gelegenheid. Deze dienst aan het eind van de jaar. Om samen met u tot de Heer te komen. Want niemand kan mij veranderen. Niemand kan doen wat God alleen kan doen in mijn leven. En ik wil grotere dingen doen dan ik ooit heb gedaan. If you listen, you will hear him. Voice of God, it's the voice of God. In the question, he's the answer. Voice of God, it's the voice of God. Just like my daddy, he always talks.